Vlaams Meester in Situ is een project van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, hier gevestigd in Gent, aan het Augustijnenklooster. Het wordt ondersteund, financieel door Toerisme Vlaanderen. Het is een gedurfd project, een project dat eigenlijk op zoek gaat naar verborgen kunstparels, verborgen meesterwerken van de Vlaamse schilderkunst. En dat in Vlaamse en Brusselse kerken, Begijnhoven, kastelen, kloosters, met de bedoeling om die minder bekende kunstwerken te ontsluiten, te tonen aan het grote publiek. Ik ben onderzoeker in het Stam. En het Stam is gevestigd in een 14e eeuwse abdij, een abdij van Cisterciënzerinnen, dus van zusters, van monialen. En daar hangt er in de refter, in de 14e eeuwse refter, muurschilderingen die het laatste avondmaal voorstellen en ook de heilige Johannes en Christoffel en de zegening van Maria. Het is een heel bijzondere muurschildering. Er zijn niet zo heel veel over bekend en dus was Vlaamse Meesters in Situ een ideale gelegenheid om die eens onder de aandacht te brengen en wat meer onderzoek ernaar te doen. Tijdens de maaltijd van de zusters werd er ook voorgelezen uit de Bijbel of uit volkstalige literatuur. Omdat de maaltijd was niet enkel voedsel voor het lichaam, maar ook voedsel voor de geest. En dat gebeurde van op dines, van op een kansel. En daarom hebben we ook een nieuwe katheder laten bouwen, ook gebaseerd op een middeleeuws voorbeeld. En die katheder heeft nu een praktische oplossing, want daarin zit een touchscreen. Een touchscreen die alle informatie over de refter bevat en over de muurschildering. Dat is voor de bezoekers, dat is informatie die wordt aangeboden binnen het project Vlaamse Meesters in Situ van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, waar het Stam mee instapt met de muurschilderingen. En alle informatie is hier gebald terug te vinden in die touchscreen. We zijn hier in de middeleeuwse refter van de Bijloke Abdij. Het is gebouwd tussen 1318 en 1338 ongeveer. Het is een middeleeuwse eetplaats waar de zusters, cisterciënzers van deze abdij, van de Bijloke Abdij, dus hun maaltijd nuttigden. Het is een heel mooi gedecoreerde zaal. Een prachtig spitstongewelf. Muurschilderingen van rond 1350. Muurschilderingen als allermooiste tafereel natuurlijk het laatste avondmaal. Die hier boven de deur wordt uitgebeeld, waar Johannes de doper vraagt, Christus, Christus, wie zal u verraden? En Christus doopt een stukje brood in de wijn en geeft het dan uiteindelijk aan Judas. En dat is hetgeen dat je hier ziet gebeuren. Christus overhandigt een stukje brood aan Judas, waarmee aangeeft dat Judas degene is die hem zal verraden. In de uitbeelding van het laatste avondmaal zijn er traditioneel twee types. Ene type is de instelling van de Eucharistie. Het meest bekende is op het laatste avondmaal van Dirk Bout uit Leuven, waar Christus het brood zegent als teken van zijn offer voor de mensheid. Hij geeft zijn lichaam en bloed. En daarmee stelt hij het sacrament van de Eucharistie in. Wat je hier ziet is een ander type. Dit is meer een emotionele variant. Het verraad van Judas. Wat hier wordt uitgebeeld is het moment waarop Christus aangeeft dat een van zijn vrienden hem zal verraden. En dat is ook wat je hier duidelijk ziet. De apostelen zijn duidelijk geschokt. Je ziet dat aan de handgebaren, aan de hoofden die naar elkaar kijken met ongeloof in hun ogen. En ze kunnen bijna niet geloven dat een van hun vrienden, waar ze zo lang mee zijn opgetrokken, Christus zal verraden. Volgens de legende Aurea, dat is een middeleeuwse compilatie van heilige levens, heel invloedrijk, was Christoffel een reus. Een reus die ongeveer de 2e-3e eeuw na Christus leefde. Hij stond bekend onder de naam Reprobus. Was een reus die enkel de allermachtigste man op aarde wou dienen. En zo kwam hij na enkele mislukte avontuurtjes bij de keizer, bij de duivel, uiteindelijk uit bij Christus. En Christus wou hij dienen omdat Christus zich aan hem had geopenbaard als de allermachtigste. En dat gebeurde tijdens een doortocht door de rivier. Je ziet dat Christus door water met vissen waadt. Hij zette Christus op zijn schouder over de rivier. Maar tijdens die doortocht werd Christus zwaarder en zwaarder. Waarop Christoffel haast bezweek. En het is in dat bezwijken, het bezwijken voor Christus, voor de mooie liefde van Christus, dat is wat hier wordt uitgebeeld. Er is inderdaad nog een tweede heilige aanwezig, waar die doopsymboliek aanwezig is, heel sterk zelf, namelijk Johannes de Doper, degene die Christus doopte en op die manier Christus op pad zette. Daardoor was Johannes de Doper ook bekend als de voorloper of de wegbereider van Christus, zoals ook in het evangelie staat en zoals ook Augustinus verder heeft uitgewerkt. Boven het laatste avondmaal zie je een vierlop
de zegening van Maria. Maria en Christus zitten op een gotisch bankje. Christus zegent Maria als hemelkoningin, een symboliek die verwijst naar de belangrijke rol die Maria heeft gespeeld in het heilsplan van God. Maria is degene die Christus ter wereld heeft gebracht, die op die manier eigenlijk een belangrijke rol speelde in het realiseren van het plan dat God had met de wereld. En je ziet ook drie engelen die in hemel een eredoek vasthouden om die associatie met dat belangrijke tafereel kracht bij te zetten. Het was een abdij van Cisterciënzerzusters, van Cisterciënzerinnen, een contemplatieve orde. Dus een orde die zich wou terugtrekken van de wereld om intensief het leven aan Christus te wijden. En we weten uit afbeeldingen van andere kloosters en abdijen dat de tafelopstelling wellicht in een U-vorm was. Een U-vorm, dus dat aan de open kant eigenlijk het laatste avondmaal de U-vorm afsloot, waardoor het leek dat de zusters met Christus en de apostelen aan tafel zaten. Dat ze eigenlijk spirituele tafelgenoten waren in het laatste avondmaal. En het is om die reden ook dat we de tafelschikking zo hernomen hebben. En we hebben daarvoor een nieuwe tafels laten ontwerpen. Het is een modern, het is een hedendaagse ontwerp. Dus het is een modern tafelontwerp, maar wel gebaseerd op middeleeuwse tafels. Meer bepaald op tafels uit het klooster van de Potterie in Brugge, waar er een heel bijzonder aspect is aan die tafels. Je ziet aan de schragen, aan de kant waar de zusters niet zitten, is het de klassieke A-vorm om het gewicht van de tafels te dragen. Maar aan de andere kant, waar de zusters wel zitten, is er maar één poot. En dat is natuurlijk dat de zusters met hun habijten makkelijker zouden kunnen gaan manoeuvreren. Nou, kleine eigenaardigheid, maar die wel leuk is om mee te nemen in een modern ontwerp. Ja, met Stam proberen wij heel nadrukkelijk ook jong publiek aan te trekken. Stam is natuurlijk ook een museum en dat ook het verhaal van de stad van Gent vertelt. En ook toekoer het concept van stedelijkheid, het leven in de stad, proberen onder aandacht te brengen. Dus wij organiseren heel veel tentoonstellingen, activiteiten waar we jongeren, nieuwkomers, mensen van allerlei pluimage, om het eventjes zo te zeggen, proberen te betrekken.